Dit is de rolstoel van mijn man, ja, die we meenamen in de auto. Dat we samen daar weg konden. Piet, de man van Dini, is vanwege een hersenbloeding gebonden aan een rolstoel. Overdag verblijft hij in een dagopvang. En vanwege de handicap van Piet had het echtpaar van Ewijk sinds een jaar een brommobiel. Dan kon ik de rolstoel in de auto zetten, omdat hij er mooi in paste. Speciaal een beetje groter gepakt. En dan kon de moeite rolstoel kon erin. En ja, nou niet meer dus. Want het autootje werd gestolen. Die van hen zelf een maand geleden. En tot overmaat van ramp werd afgelopen weekend ook hun leenbrommobiel door dieven meegenomen. Hier stond hij. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Je weet gewoon niet wat je moet zeggen erop. Dat weet hij niet. De gestolen brommobielen zijn van het merk Ligier. Het gaat bij de familie van Ewijk om een groene en een blauwe in de sportuitvoering. Ze hebben alles gestolen. Dat je niks meer kan nou. Ik kan nergens meer heen. Niks meer. Bovendien is het nog maar de vraag of de verzekering een derde autootje wil verzekeren. Dat lijkt niet erg waarschijnlijk. We moeten maar afwachten nou. En je bent gewoon bang om een andere te kopen ook. Dan word je weer weggehaald. Dini van Ewijk hoopt dat de daders spijt krijgen. Ze is er al met al goed ziek van. Ja.